Nou, dan stap ik achter mijn collegetafel en dan ga ik dus het beloofde afscheidscollege geven. En dat is aan de hand van een stelling die ik jullie meteen hier laat zien. En dat is een stelling die ik met enige hartstocht ga verdedigen. Iedere professional, wat je ook voor beroep hebt, of je nou hoog of laag in een organisatie werkt en of je ervoor betaald krijgt of niet, kan altijd actief bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Dat is een stelling die ik met name heb toegelicht in mijn nieuwste boek. Dat, anderhalve maand geleden of zo verschenen is. En dat ook in een flink aantal door Avans is besteld. En iedere bezoeker van dit afscheidscollege kan daarvan zo meteen een exemplaar meekrijgen. Dus als je je in de richting van de receptie beweegt. Of nou, Marjolein zorgt daarvoor. Dus misschien dat dat hier al gebeurt, dat weet ik niet zo precies. Maar dan nodig ik je van harte uit om daar eens wat in te bladeren. En misschien zelfs dat ook echt te gaan lezen. Ik ga je laten zien waar dat over gaat. Kijk, ooit was het leven heel eenvoudig. Tenminste, dat denken wij als we terugkijken. Dat zal ook wel tegenvallen. Maar goed, een bedrijf zag er nog ooit zo uit, zoals dit hier. Hè. Maar ja, dat werd snel anders. Want op een gegeven moment hebben we dit zo allemaal gebouwd. En nog veel meer. Ja, en zo ziet onze wereld er nu ruwweg uit. Zeker als je kijkt naar de bedrijven. En weet je wat het is? Er wordt natuurlijk volop verteld en geschreven over hoe bedrijven verantwoord kunnen werken. En dan heb je het dus over duurzaam ondernemen. En je hebt het over corporate government, over groen ondernemen en over MVO natuurlijk, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nou, ik hoef jullie niet te vertellen wat dat is. Het is overbekend allemaal. Maar weet je, wat nog wel eens vergeten wordt, is dat als het gaat over bedrijven die duurzaam moeten opereren, ja, dat willen we inderdaad heel graag, maar uiteindelijk zijn dat altijd mensen die dat moeten doen. Bedrijven zelf doen niks. Het zijn altijd mensen, hoog of laag of waar dan ook in de organisatie, maar het zijn mensen die het moeten doen. En als je nou kijkt naar de situatie dat nogal wat bedrijven zijn vrij serieus bezig met duurzaam ondernemen. Sommige bedrijven zelfs heel fanatiek, andere wat minder. En ook nog een hele hoop, nou, misschien eerder window dressing. Maar daar waar bedrijven inderdaad bezig zijn met duurzaam ondernemen, of hoe je het verder ook wil noemen. Als dat het geval is, dan komt dat in de meeste gevallen omdat er mensen aan de leiding zijn die dat belangrijk vinden. En als dat zo is, dan is dat dus eigenlijk min of meer toeval. Want er zijn ook een hele hoop bestuurders, managers, leidinggevenden, regeringsleiders en noem ze maar op, die duurzame ontwikkeling of een van die andere termen minder belangrijk vinden. En dan gebeurt het dus niet. En als het van dat toeval blijft afhangen, dan komen we er niet. Daarvoor is het veel te belangrijk. Dus wij moeten toe naar een situatie waarin alle leidinggevenden, maar ook alle andere professionals, eigenlijk van nature willen werken en ook kunnen werken aan duurzame ontwikkeling. Dat is wat we als samenleving nodig hebben. En dat is ook de reden waarom ik al die 24 jaren dat ik nou met duurzaamheid bezig ben. Ik ben daar één jaar na mijn aantreden bij in de tijd de Hogeschool Midden-Brabant mee begonnen. Fanatiek voor gestreden heb, inderdaad. Wat Paul zei, wel eens met wat enthousiasme, als je het vriendelijk uitlegt. Om te zorgen dat die duurzaamheid in het onderwijs terechtkomt. Want als wij iedereen die in het onderwijs, in het MBO, het HBO en het WO wordt opgeleid, een flinke dosis duurzaamheid kunnen meegeven, dan gaat het vanzelf op den duur gebeuren. Want die mensen die uit die opleidingen komen met diploma's, die komen op een gegeven moment op de verantwoordelijke posities in de samenleving, in het bedrijfsleven, in de overheid en noem maar op. En dan is het niet langer toeval dat bedrijven en andere instellingen duurzaam opereren, want dan kan het eigenlijk gewoon niet anders meer. Daar moeten we naartoe. Dus de rol van het onderwijs is cruciaal. Nou, hier zie je ook zo'n voorbeeld van een bedrijf. Maar dit is niet zomaar een bedrijf, het is een bank. Het is ASN Bank. En ik wil je dus iets laten zien in de loop van dit verhaal over hoe mensen, individuele mensen op verschillende posities, inderdaad in hun werk duurzaamheid tot uitdrukking brengen. En wat ze daarvoor competenties voor nodig hebben. Die competenties die ga ik je één voor één laten zien. Dat model gaat zich in de loop van dit college opbouwen. En hier is een eerste prachtig voorbeeld.
Daar was een ASM-bank die een aantal jaren geleden nadacht over, wij willen een stakeholder-analyse maken, want wij willen de duurzaamheid van onze bank willen we verbeteren. ASM-bank is zo'n heel gemotiveerde bank die van nature heel erg aan duurzaamheid werkt. Je kent dat misschien. Toen zaten ze na te denken over, daar willen we veel mensen bij betrekken, maar hoe doen we dat nou eens? Dus hoe gaan we nou een stakeholder-analyse maken en vervolgens actief met die mensen in gesprek over onze missie, onze visie, identiteit? En dat hebben ze gedaan door middel van crowdsourcing. En dat is met name door één persoon opgezet, Simone Lopulisa. Dit wordt in het boek ook uitgebreider behandeld. Ik kan er nu even kort iets over zeggen, dan zie je dat wel komen. Zij heeft dat hele crowdsourcing opgezet en dat heeft ze op een geweldige manier gedaan. De eerste keer dat het gebeurde was in 2011, waarbij ze als thema kozen het mensenrechtenbeleid. Ze hebben het daarna nog een aantal keren herhaald, iedere keer weer met een ander thema, dus dat is zo'n jaarlijks gebeuren geworden daar. En als subthema's van het mensenrechtenbeleid hebben ze gekozen voor de vier termen die je daar ziet staan. Dat heeft ze opgebouwd met onder andere de volgende methode. Allerlei blogs op het internet. Maatschappelijke organisaties zijn erbij betrokken. En je ziet er een aantal staan. Daar zijn de eigen medewerkers bij betrokken en die zijn allemaal stuk voor stuk uitgenodigd om hun persoonlijke netwerken, zowel in de vrienden- en familiesfeer als ook professioneel, daar actief bij te betrekken. En dat heeft hele grote, fantastische discussies opgeleverd met hier en daar onverwachte resultaten. Er hebben in totaal wel 140.000 twitteraars aan deelgenomen aan de discussies die daarvan kwamen. En via hun eigen duurzaamheidsplatform hebben nog eens 52.000 mensen meegedaan aan de discussie. En dit is een fantastisch voorbeeld van hoe je iets echt breed kunt leggen en hoe je gebaseerd op een slimme stakeholder-analyse, eigenlijk een analyse die zichzelf een beetje opbouwt, doordat je dat gewoon laat uitspinnen, uitgroeien op een natuurlijke manier. Dan mogen de mensen zelf vertellen op een gegeven moment of zij stakeholder zijn of niet. En dan hoef je het niet eens allemaal van tevoren te bedenken. Dit is dus niet zozeer een geplande activiteit. Ja, het was zorgvuldig gepland, daar niet van. Maar de spontaniteit, de creativiteit is ingebakken. En dat is geweldig. Weet je, ik heb in assessments die ik gedaan heb, met name met ASHI, heb ik veelvuldig, als het thema visie aan de orde kwam, dat is zo'n vast thema van die ASHI-methode, de vraag gesteld van, hebben jullie een visie omtrent duurzaamheid? Ja, was dan vaak het antwoord. En als ik dan vroeg, vertel eens, hoe is die visie tot stand gekomen? Waren daar de medewerkers ook actief bij betrokken? Ja, zeker. En de studenten, die waren ook dan vaak actief betrokken. En dan vroeg ik, hoe is dat dan gegaan? Vertel eens. Nou, dat ging dan zo, dan krijg je regelmatig te horen. We hadden een heel mooi concept gemaakt voor onze visie, onze mission statement. En die hebben we vervolgens al voor commentaar voorgelegd aan de docenten. En ook nog aan een delegatie van de studenten. En die mochten daar commentaar op geven. Ja, en als ik dat hoor, dan weet ik al genoeg. Dat is geen echte actieve deelname. Dat is achteraf er ook nog een klein plasje over mogen doen. Maar in de meeste gevallen blijkt ook dat het effect daarvan minimaal is. Dan wordt er misschien hier en daar een punt en een komma veranderd. Als je geluk hebt, worden er een paar zinnen toegevoegd. Maar het wezen van je mission statement, en dat is het wezen van je organisatie, wordt daar niet echt door veranderd. Echte actieve deelname begint met het in de groep te gooien. Via een zorgvuldig voorbereid proces, maar wel een proces waarbij die actieve deelname echt kan plaatsvinden. En hier Simone Lopulisa heeft dat voor elkaar gekregen. Het is een prachtig voorbeeld. Het wordt wat uitgebreider in het boek beschreven. En dit is in mijn ogen hoe het moet. Simone is dus een van mijn helden. Zo stel ik het ook voor in het boek. En al die mensen die hun verhaal vertellen, dat zijn er ergens tussen de 30 en de 40. Zijn allemaal mijn helden, omdat die elk op hun eigen manier een bijdrage hebben geleverd aan een duurzame ontwikkeling. En sommige van die mensen waren heel hoog in de organisatie, echt aan de top. Andere mensen waren juist helemaal niet aan de top, maar waren daar gewoon één van de vele medewerkers. Anderen waren eenlingen. Kortom, allerlei soorten mensen. En die hebben allemaal laten zien. Kortom, dat is ook het bewijs van mijn stelling. Je kunt waar je ook werkt en wat je ook voor werk doet, altijd bijdragen aan duurzame ontwikkeling.